Je ziet er weer zomers en vrolijk uit. Ja, dankjewel. Ja, het is ook heerlijk weer natuurlijk. Ben je al helemaal klaar voor die zomer? Ik ben helemaal klaar voor de zomer. Laat maar komen, want dat weer wat we gehad hebben is helemaal niks. En dan een nieuwe single erbij. Een nieuwe single, dat klopt. Hopelijk ook zomers en leuk. Ja, de nieuwe single, hoe heet die? Gevrij. Ja, een hele gewaagde titel. Ja, het gaat erom een relatie, zeg maar, die een beetje apart loopt. In twee kanten. Dus ik heb, zeg maar, in mijn clip ook kun je zien, heb ik een relatie met twee mannen. En dat is natuurlijk een heel gevrij. Krijgen we hier nu heel stiekem de bekenning van ja, ik heb er in het verleden wel eens mijn schuldig aan gemaakt. Inderdaad. Ik durfde het niet te zeggen, maar inderdaad, helaas. Ja, toch is het zo. Vrij de nieuwe single, die gaat de hele zomer denk ik nog wel mee. En de plannen daarna? Ja, zeker door met nieuwe singles en misschien een mini-album maken. Want ja, dat is natuurlijk wel. Ik ga nou naar single 8. Dus ja, dan op een gegeven moment heb je zoiets van nou een paar nummertjes erbij maken. En heb je gewoon een album. Dus dat is eigenlijk mijn toekomst. Maar ja, dat is misschien een nog tweejarig plan. Eigenlijk elk half jaar probeer ik toch wel een single uit te brengen. Dus misschien is het inderdaad binnen een jaar al wel weer dat ik dat gaat lukken, ja. En jouw zomer, hoe gaat die er verder uitzien? Ik hoop druk. Er staan nu al wel boekingen natuurlijk. En er mag voor mij veel meer bij komen. Maar ik denk dat wel goed gaat komen. Ja, ik hoop natuurlijk dat er ook wat meer festivalletjes aankomen voor mij. Ja, gewoon wat groter. En toch hoop ik een beetje populairder te gaan worden. En heel veel schrik te gaan maken. En mensen op mijn muziek toch ook heel veel schrik zien maken. Als mensen denken, nou, die vrijgezelle dame willen we graag op ons podium hebben tijdens ons festival. Waar kunnen ze dan terecht voor meer informatie? Kunnen altijd via Facebook natuurlijk, Marlane Dirksen. En anders gewoon www.marlane.nl. En kunnen ze altijd gewoon een privébericht of gewoon echt een status plaatsen. Ik moest even nadenken, maar status plaatsen. En anders gewoon een privéberichtje.